vanmiddag op Q-Music heeft de hoofdredacteur meester Jules Paradijs, pleitbezorger voor normen en waarden en beschaving en fatsoen, gezegd dat een verpleegster de telefoon heeft gegeven aan de jongen. En in eerdere artikelen kwam naar voren dat het een arts zou zijn. De Telegraaf was chic geweest, was netjes geweest als je had gezegd, uw verslaggeefster heeft gesproken met de jongen, hij maakt het goed. Maar omdat wij het niet gepast vinden dat je een 9-jarige op intensive care liggend interviewt via een telefoon waar de jongen niet weet wat er gebeurt, plaatsen we niet. En ik vind, Maxime Verhagen heeft erover getwitterd en André Rauwvoet, ik vind dat we een punt moeten maken om tegen wat ze hebben nu een excuus uitgegeven, de Telegraaf. En daarin zegt hij de hoofdredactie hecht eraan te benadrukken dat de verslaggever in een onverwachts ontstaande telefoongesprek met Ruben niets heeft gezegd. En de Telegraaf heeft tot publicatie besloten omdat Ruben symbool van leven is in deze enorme tragedie. En omdat wij symbool zijn van fatsoen in deze moeilijke tijden, stel ik voor dat iedereen die het schandalig vindt dat de Telegraaf dit heeft gedaan, zijn abonnement morgen opzegt. En ik stel voor dat alle politici, vanaf meneer Maxime Verhagen tot meneer Rauwvoet, voor de verkiezingen geen enkel interview meer geven aan de Telegraaf. Want als de Telegraaf met een 9-jarig jochie, mijn dochter heeft op intensive care gelegen, Matthijs, toen ze 8 jaar was. En ik weet hoe het eraan toe gaat daar. Een kind is zo hulpeloos, ligt aan slangetjes en alles. En dan alleen maar omdat je een paar bladen wil verkopen. He, ik vind het niet erg als je moraal wil predigen, prima. Maar omdat je wat bladen wil verkopen, kom je hiermee een kind van 9 jaar misbruiken. Meester Jules Paradijs, ga je schamen. En als je echt iemand bent van norm en waarde, treed je nu af als hoofdredacteur van de Telegraaf. We hebben uiteraard gevraagd aan Jules Paradijs of hij hier wilde komen. Jules Paradijs komt niet. Niet bij ons, maar ik geloof ook helemaal nergens. Nee, hij was op Q-Music bij Ruud de Wil. Okay. Hij was vandaag op Q-Music. Even opstelt, dat zagen we ook nog even op televisie. Daar ben ik toch ontstemd over. We hebben dat ook laten weten, ook namens de familie bij de Telegraaf. Dat men dit begreep. Ja, wat vind je eigenlijk, Martin? Ja, ik vind het verschrikkelijk, maar ik vind ook geen enkel excuus dat zij zeggen, ja, die dokter heeft de telefoon doorgegeven. Maar ik ben wel dat je gaat in eerste instantie al niet bellen. Dat, ik vind het onbegrijpelijk dat je denkt, nou ja, we beginnen maar te bellen en dan zien we wel. Nou, je mag wel bellen met het ziekenhuis, hoe gaat het met hem? Dat mag toch wel, of niet? Maar daar zijn kanalen voor. Er is ook, ik vind, zelfs dat vind ik nog echt een moeilijk punt. Maar dat vind ik vind niet eens erg dat ze heeft gesproken met die jongen. Wat ik vervolgens vind is, je had ook in een kadertje kunnen zeggen, we hebben gesproken met die jongen, hij maakt het goed, punt. Want dan weten een heleboel lezers, het maakt het goed. Maar zoals het hier uitgemelkt is, en dat er tussen allerlei passages letterlijk wat die jongen is gezegd, wordt neergeschreven, dit is de jongen bijna zeggen, fout in de oren. Wat vind je nou erg? Ik vind belachelijk dat iemand die jongen belt. Dat vind je niet erg? Nee, ik vind, kijk, het gaat er bij mij om, zelfs als je zo'n rioolachtige, rattige journalistiek pleegt, Oké? Ja? Dan is het nog wat anders dat je als hoofdredacteur besluit om wat die rattige journalist doet, prominent op de voorpagina te plaatsen. Dus dat die mevrouw zo'n rat is, prima. Maar dat vervolgens de hoofdredacteur die normen en waarden predikt, dat rattige telefoongesprek uitbuit in een pagina groot artikel, om wat een jongen van 9 jaar op intensive care zegt letterlijk uit te melken. Mark-Marie, dat doet bloed. Ja, maar het gaat toch uiteindelijk gewoon dat die jongen een telefoontje heeft gekregen met een of andere gek wijf hier wat in. Ja, dat is toch zo? Ja, die Jolande van de Graaf, laten we het nog een keer zeggen, die dan denkt van, goh, ik. Ja, laten we gewoon zeggen dat zij zich dood moet gaan. Ik kan er heel slecht tegen, omdat ik denk, zo'n vrouw moet. Heb je een foto van Jolande van de Graaf? Want de Telegraaf zet altijd ook foto's van verdachten. Ja. Dus ik wil ook graag een foto van Jolande. Wij hoeven niet per se de Telegraafpraktijk over te nemen, heel wel. Matthijs, hoe ik in elkaar zit, als iemand me met een honkbalknuppel slaat, dan kom ik met een boomstam. Dus ik vind, maar ik vind het. En wat ik dus jammer vind, is dat de Telegraaf niet beseft. Weet je, dat het om een kind, kijk, als het een volwassene van 18 jaar is, zoals meneer Jack de Vries, laten we er een leuk grap over maken. Het is een volwassen man, die is vreemd gegaan met zijn adjudant. En ze hebben nu al, weet je wel, je naait en je liegt. Prima, leuke grappen. Ja, dan weet je, maar dit is een kind van 9 jaar, Matthijs.